waarom vallen een bowling- en pingpongbal even snel? Dit is de Universiteit van Nederland. Hey, hallo. Welkom dat jullie hier zijn. Ik vind het hartstikke leuk om hier samen te staan, want we kunnen vanavond gaan praten over een van de meest interessante dingen, persoonlijk, over de natuur. Datgene waar we over gaan praten is namelijk zwaartekracht. Het kan zijn dat er nu mensen zijn die bij zichzelf denken, zwaartekracht, is dat interessant? Door zwaartekracht is toch gewoon, dat je hebt iets in je hand en dan valt het naar beneden, ligt daarna op de grond. Waarom is het interessant en waarom doet deze meneer daar de hele dag door onderzoek naar aan de Universiteit van Maastricht? Nou, de reden is omdat ik een beetje een gekke tik heb. Ik ben namelijk natuurkundige. Natuurkundigen hebben de rare tik dat zij heel erg graag heel precies kijken hoe dingen in elkaar zitten. En als je heel precies naar dingen kijkt, dan kom je er vaak achter dat dingen toch ingewikkelder zijn dan dat je in eerste instantie dacht. Zwaartekracht is wat dat betreft geen uitzondering. En ik wil dat meteen in de praktijk gaan brengen. Ik heb namelijk iets meegenomen om zwaartekracht mee te testen. Ik heb hier een zware bal bij me. Hij weegt 3 kilo. Ik heb even iemand nodig die het voor mij wil optillen. Nou, ik kijk u toevallig aan. Mag het? Oké. Zou u even bovenhoofd willen houden met 1 hand? Lukt dat zelfs? Oké. Hij weegt wat, hè? Dus hij wil graag naar beneden. U voelt dat hij zwaartekracht wat doet. Ik heb ook meegenomen iets wat een stuk lichter is, hè? Dus als ik die in uw andere hand mag geven, kunt u die ook even boven uw hoofd houden? Oké. Mag ik u vragen welk van deze 2 objecten volgens uw ervaring het allerliefste naar beneden wil? Dat is die, hè? Nou, hier, niemand valt van zijn stoel van deze ervaringen. Dat iets wat heel veel kilo weegt, deze weegt 3, dank u wel. Dat iets wat heel veel kilo weegt, heel erg graag naar beneden wil. En iets wat niet zoveel kilo weegt, zoals dit pingpongballetje, 30 gram, dat hij misschien niet zo graag naar beneden wil. Deze weegt 100 keer meer dan deze. Dus als ik aan u zou vragen, van nou, als ik ze dan laat vallen, welk komt als eerst op de grond aan? Dan zou u misschien denken, nou, deze 100 keer graag naar beneden, dan zal hij ook 100 keer sneller op de grond vallen. Dat gaan we hier ter plekke demonstreren. Dat doen we hier. Als ik hier op de ladder klim. Hoppakee. En ik neem deze 2 massa's bij me. Geen zorgen, hij zal niet op meteen landen. Ik zal mijn best doen. Moet eens kijken wat er gebeurt. Ja? Zag je dat? Nou, die gingen absoluut niet sneller dan elkaar, hè? En dat is eigenlijk een heel gek verschijnsel. Dat is precies zo'n gekke tik die wij natuurkundig hebben. We zien iets en dan gaan we naar kijken en dan blijkt het toch een beetje gek te zijn. Deze meneer zegt dat 1 object wil 100 keer graag naar beneden dan het andere object. Je voelt het met je spieren, je voelt dat die zwaartekracht eraan trekt. Maar als je ze daadwerkelijk loslaat, dan gaan ze gelijk op. Nou, daar zit dus een mysterie. Daar wil ik het met u over gaan hebben. De hoofdvraag van mijn lezing van vanavond is dan ook, waarom vallen bowlingballen even snel naar beneden als pingpongballen? En als subvraag heb ik dan, en wat heeft dat dan weer met de maan te maken? Het antwoord is, het heeft veel met elkaar te maken. Ik ga deze vraag aanvliegen door met u door de geschiedenis heen te lopen en dan zal ik 4 wetenschappers de revue laten passeren die allemaal een keertje naar zwaartekracht hebben gekeken en allemaal geprobeerd hebben een verklaring te vinden voor dit verschijnsel. En we zullen dan zien dat de maan voor elk van die 4 wetenschappers een belangrijke rol heeft gespeeld om hun inzicht te vormen. Uiteindelijk komen we dan aan bij de huidige natuurkunde, de huidige kijk op zwaartekracht, waar ik elke dag mee mag gaan rekenen en daarmee kunnen we dan uiteindelijk die vraag beantwoorden. Dus, we gaan beginnen. De eerste stap in onze reis door de geschiedenis over hoe zwaartekracht werkt. En we gaan terug naar het oude Griekenland, 2000 jaar geleden, iets meer, zelfs 400 jaar voor Christus. Toen leefde er een natuurkundige, wiskundige en filosoof en zijn naam was Aristoteles. En Aristoteles die hield zich ook bezig met deze vraag. Ten eerste, waarom vallen dingen überhaupt naar beneden? En voor hem was dat een compleet simpele vraag. Hij had een wereldbeeld en dat wereldbeeld zag er als volgt uit. Dat ziet u hier staan. Volgens hem was de aarde stond in het midden van het universum. En dan om de aarde heen heb je een paar van die schijven en daar draai je andere objecten omheen. Bijvoorbeeld de maan, dat is de eerste. Maar daarna komen een paar planeten, de zon. En helemaal in de verte zou hij dan de sterren gezien hebben. En voor hem de vraag waarom vallen dingen naar beneden was dan ook simpelweg. Nou ja, dingen willen gewoon heel erg graag naar het midden van het universum toe. Ja, daar staat de aarde toevallig. Daarom vallen dingen naar beneden. Ja, zo makkelijk was het. En die maan dan? Ja, zei Aristoteles. Die zei, die regel die geldt tot aan de maan. Want daarboven is de hemel. En in de hemel gelden andere regels. Daar zijn dingen universeel en voor altijd hetzelfde. Dus iets wat daar draait, zoals de maan of de planeten, blijft altijd zo draaien. Wij noemen dat tegenwoordig ook nog wel eens het bovenmaans en het ondermaans. Misschien kent u die uitdrukking uit het Nederlands. Ja, dat was voor hem alles. Nou, dit standbeeld, dit beeld heeft jarenlang stand gehouden. Zeker nog, het heeft bijna 2000 jaar stand gehouden.
Op een gegeven moment kwamen wel barsjes in. We praten nu over de volgende wetenschapper in onze reis. Namelijk over de Italiaanse wetenschapper Galileo. 16e eeuw, Italië. Galileo had een telescoop. Die was toen net uitgevonden. Je hebt een buis, dan doe je een paar lenzen in. Dan kun je licht kun je focusseren, kun je heel erg goed in de verte kijken. En hij dacht, weet je wat, laat ik deze telescoop eens nemen. En daarmee kijk ik dan de ruimte in. En een van de dingen waar hij naar keek, dat was de planeet Jupiter. En als je naar Jupiter kijkt met je telescoop, dan ziet u dit. Dit is een daadwerkelijke opname. Deze is van de NASA. En warempel, om Jupiter heen draaien maantjes. 4 plus stuks. Er draaien er veel meer. Maar er zijn 4 die je goed met een telescoop kan zien. Wij noemen ze nog steeds de Galileïsche manen, naar Galileo. Maar ja, dat betekent dus wel dat er eigenlijk iets niet kan kloppen met dat wereldbeeld van Aristoteles, hè? Aristoteles zei, de zwaartekracht is de eigenschap dat dingen heel erg graag naar het midden van het universum willen. Ja, hoho, we zien hier de dingen ook blijkbaar heel graag bij Jupiter willen zijn. Dus iets is hier niet helemaal in orde. Dus dat betekent dat het Aristoteliaanse wereldbeeld over zwaartekracht moest worden losgelaten. En degene die daar voor het eerst een grote stap in wist te maken, dat was de briljante natuur- en wiskundige Isaac Newton. We hebben het over 100 jaar verder, eind 17e eeuw. Isaac Newton, een grote held voor veel natuurkundigen, ook voor mij. Isaac Newton was de eerste die een formule wist te bedenken voor zwaartekracht. Niet alleen maar woorden. Ja, dingen willen graag naar beneden. Nee, hij kon het uitrekenen. En de manier hoe hij dat deed, heeft alles met de maan te maken. Daarvoor moet ik wel even een nieuw begripje introduceren. Het begripje inertia. Nou, wat is inertia? Inertia is een eigenschap van materie. Het is de eigenschap dat als jij een stukje materie hebt, een bal bijvoorbeeld, hè, je zou die een schopje geven, dan begint die te rollen. En inertia zegt, die bal wil voor altijd vooruit blijven rollen, zonder ooit tot stilstand te komen. En dan kan het zomaar zijn dat sommigen van u denkt, maar sorry, maar als ik een bal een schop geef, dan houdt hij op een gegeven moment om het rollen, hoor. Dat klopt. Dat heeft met wrijving te maken. Die bal die rolt, die voelt een beetje luchtweerstand, luchtmoleculen botsen er tegenop. Hij voelt een beetje geschuur met de grond, dat remt hem af. En elke keer snoept er een beetje snijd af en op een gegeven moment staat hij stil. Maar Newton had het inzicht dat deze regel in het heelal waar je geen wrijving hebt, zegt dat dingen altijd vooruit willen blijven gaan zonder ooit te willen stoppen. Dat kun je gewoon testen. Toen kwam er een stap met de maan. Newton die dacht, als ik nou eens naar de maan kijk. En laten we zeggen dat iemand ooit die maan een duwtje naar voren heeft gegeven. Hier ziet u dat. Dan zegt deze witte pijl, dat is die inertia, dat die maan dus in die lijn vooruit wil blijven bewegen. Maar ja, je hebt die zwaartekracht, die trekt hem naar binnen toe. Dat ziet u met die andere pijl. Maar ja, u snapt allemaal, als ik heel hard die kant op wil blijven bewegen, en iemand trekt dan deze arm, ja, dan ga ik door het midden heen, hè? Dus als je dat doet, dan volgt die maan, volgt dus de gele pijl. Dat betekent dat die maan even later een stukje verderop staat. Daar. En wat ik u net heb uitgelegd, kunnen we nog een keer doen. Want nu zegt de inertia weer, ja, maar nu wil de maan volgens die nieuwe witte pijl die kant op blijven bewegen. En dan komt de zwaartekracht weer, die trekt hem weer naar binnen toe. En wat doet die maan? Die gaat dus weer door het midden heen. En dan komt die daar te staan, waar u hem nu ziet. Als u dit trucje volhoudt en dat op elk tijdstipje even doet, dan zult u zien dat de maan inderdaad prachtig rond de aarde beweegt zonder ooit te vallen. Dus het samenspel van inertia en zwaartekracht maakt dat de maan, ondanks dat hij zo zwaar is, niet op de aarde botst. Fantastisch. Briljant inzicht van Newton. Maar ik beloof u dat hij niet alleen goede natuurkundige was, hij was ook een goed wiskundige. Newtons grote bijdrage was dat hij die beweging van die maan bekeek en dat hij dat kon omzetten in een formule. Hoe precies moet de maan en aarde elkaar aantrekken om te zorgen dat die mooie cirkelbaan eruit komt? En hij is daar een formule voor te vinden. Dat is deze formule. Wij noemen hem de zogenaamde universele zwaartekrachtswet. Nou, voor de mensen die niet van formules houden, geen zorgen. We gaan er niks mee uitrekenen. Ik wil alleen even aanstippen. Die formule heeft een heel bijzondere eigenschap namelijk. Hij zegt dat niet alleen de maan en de aarde elkaar aantrekken. Hij zegt dat alles wat massa heeft, al het andere wat massa heeft, aantrekt. Dus dat betekent dat die maan niet alleen wordt aangetrokken door de aarde, hij wordt bijvoorbeeld ook een beetje aangetrokken door de zon. Als ik hier dit massaatje zal laten vallen, dan wordt hij niet alleen aangetrokken door de aarde, hij wordt ook aangetrokken door u. Hij wordt ook aangetrokken door deze tafel en hij wordt zelfs aangetrokken door mijn dikke kat die op de vensterbak thuis in Maastricht ligt te slapen. Nou, dat u niet die bal daadwerkelijk naar u of tafeltje of naar mijn dikke kat ziet vliegen, is gewoon simpelweg de wet van de sterkste. Die formule zegt namelijk ook dat de zwaartekracht die de meeste massa heeft, dat die het wint. En de aarde, ja, die heeft nou eenmaal de meeste massa.
De massa van de aarde is een 6 met 24 nullen, zoveel kilogram. Nou, ik heb een dikke kat, maar niet zo dik. Dus als die boom moet gaan kiezen, ja, dan valt hij naar beneden en dan valt hij niet naar mijn kat. En dan snapt u ook meteen waarom Aristoteles dacht dat alleen maar de aarde die aantrekkingskracht had. Maar nee, het is de universele zwaartekrachtswet. Alles wat massa heeft, trekt al het andere in het universum aan. Hiermee was in principe het hele probleem opgelost. Dit is wat zwaartekracht doet en wij kunnen het uitrekenen. Maar merk op, ik heb u nu verteld wat zwaartekracht doet. Ik heb u verteld hoe u het kan uitrekenen. Ik heb u niet verteld wat zwaartekracht is. Wat is zwaartekracht nou eigenlijk? Nou, gaan we terug naar de volgende grote natuurkundige, de laatste die wij in deze serie voorbij zien komen. En dat was Albert Einstein. We praten hier over het begin van de 20e eeuw. Toen heeft Albert Einstein zijn grootste werk gedaan op het gebied van zwaartekracht. En Einstein had, ja, net als elke natuurkundige, die rare tik, hè? Elke keer dat je iets ziet wat niet helemaal klopt, dan gaat hij met zijn vergrootglas even kijken of hij dat kan verklaren. Een van de dingen die niet helemaal klopt met die wet van Newton, dat is de baan van de planeet Mercurius. Op het moment dat jij gaat kijken naar de baan van de planeet Mercurius, je gaat dan kijken hoe snel die rond de zon heen beweegt, dan beweegt hij in werkelijkheid ietsje sneller dan die formule van Newton voorspelt. Het verschil is verschrikkelijk klein. Je moet eeuwen wachten voordat je dat verschil kan meten. Maar het is een meetbaar verschil. Hier komt die rare tik. Einstein was een natuurkundige die zegt, dat moet ik verklaren. Dat heeft hij gedaan. En die verklaring die leverde ons uiteindelijk ons grootste inzicht op over zwaartekracht. En dat is waar ik vandaag de dag nog steeds mee reken. Nou, om die Einstein inzichten over zwaartekracht goed te gaan beschrijven, moeten we eigenlijk terug naar ons proefje, wat ik daar straks deed. Weet u nog dat alles tegelijkertijd naar beneden viel? Oké. Nou, misschien dat u dacht, ja, maar wacht eens eventjes, ik ken wel een paar voorbeelden van dingen die helemaal niet zo hard naar beneden vallen. Dit blaadje bijvoorbeeld, hè? Oké. Nou, ik hoefde geen bal naast te laten vallen, omdat u ziet dat deze echt wel een stukje langzamer ging. Nou, dat komt weer door die luchtwrijving. Er zit luchtmoleculen, die botsen aan de onderkant er tegenaan. Dat houdt hem een beetje tegen. Dus als je die test echt eventjes goed wil doen of echt alles tegelijkertijd valt, ja, dan zul je eigenlijk naar een plek moeten gaan waar er geen luchtwrijving is. Nou, raad eens waar mensen naartoe zijn gegaan om die test te doen. Dat is de maan. Dus de astronauten zijn naar de maan toe geweest. Op de maan had een van deze astronauten, die had in zijn ene hand een veertje en de andere hand had hij een zware hamer. En net zoals wij hier deden, liet hij ze vallen, nu zonder luchtweerstand. En moet eens kijken hoe dat eruit zag. En I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. Plop. How about that? Zag je dat? How about that? Mr. Galileo was correct and is fine. Voor de mensen die het Engels hebben gehoord, apparently Galileo was right. Dingen vallen echt tegelijkertijd naar beneden. Dit effect is ongelooflijk belangrijk. We hebben het hier gedemonstreerd en voor de twijfelaars die toch achter die luchtweerstand heeft iets mee te maken, wij hebben hier gezien, nee, luchtweerstand heeft er niks mee te maken. Echt alles wil tegelijkertijd door zwaartekracht naar beneden. En Einstein die wist dat om te zetten in een diep inzicht. Namelijk, hij bedacht het volgende. Stel je voor, ik neem weer twee massa's. Ik neem weer even een pingpongbal. Ik heb hier een zware massa, een lekker stuk tape. Stel je eens voor, ik gooi dat die kant op. Die mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Ik ga het niet daadwerkelijk doen. Okay? Als ik deze twee massa's die kant op gooi en ik zorg even mijn proefje dat ik ze precies even hard gooi, dan gaan ze even hard naar voren. Maar ja, we zagen dus uit dit proefje dat ze ook even hard omlaag gaan. En dat betekent in de praktijk dat ze dus exact hetzelfde boogje naar beneden zullen vallen. Ziet u dat? Dus de twee dingen die ik gooi gaan net zo hard naar voren, gaan ook alle twee net zo hard omlaag. Dus het boogje dat ze volgen op weg naar beneden is exact hetzelfde. En Einstein dacht, het is eigenlijk net alsof er een soort spoorrailsje zit of zo in de ruimte. Ja? Ik zeg spoorrailsje omdat je met een trein heel duidelijk begrijpt wat ik hier bedoel. Ik heb hier een trein. U ziet hier een trein die door de bocht heen gaat. Die bocht, iedereen snapt, dat komt vanwege de spoorrails waar die op rijdt. Hè? Als ik die trein vervang door een compleet andere trein, zwaarder, lichter, meer karren, minder karren, maakt niet uit. Die bocht is overal hetzelfde. Waarom? Omdat die bocht heeft niks te maken met de trein. Die bocht heeft te maken met de spoorrails. En Einstein dacht, ja, dat is bij vallende dingen ook hetzelfde. Als alles op dezelfde manier valt, ja, dan zit daar dus eigenlijk een soort verborgen spoorrailsje in de ruimte verborgen. Dat is een heel abstract begrip, hè? Hij noemde dat de kromming van de ruimte. Alle massa's dragen om zich heen een soort netwerk van spoorrailsjes. En die spoorrailsjes zeggen hoe dingen dan door zwaartekracht bij die massa moeten gaan bewegen. Nou, Einstein was ook briljant, dus hij wist dat om te zetten in een formule.
Die formule die staat hier nu op het bord. Nou, deze formule gaan we ook niet meer rekenen. Geloof mij, dat doe ik u geen plezier mee. Ik doe het elke dag. Deze is verschrikkelijk ingewikkeld. Maar wat die formule u zegt, is dat als ik weet wat de massa is, dan kan ik uitrekenen hoe die kromming van de ruimte, die verborgen spoorrailsjes rond die massa eruit zien. En dan kan ik dus uitrekenen hoe dat object dingen aantrekt en laat bewegen door zwaartekracht. Nou, ik heb massa, dus ik heb spoorrailsjes omheen. Ik heb kromming. Kan ik uitrekenen met die formule. U heeft kromming. Ik kan het ook van u uitrekenen. Het is heel moeilijk, maar ik kan het wel doen. Mijn dikke kat heeft dat soort kromming. De aarde heeft kromming. De zon heeft kromming. Als je er met deze formule aan de slag kan, dan kun je die kromming van de ruimte uitrekenen. Dan weet je precies hoe dingen vallen door zwaartekracht. Nou, kun je de proef op de som nemen. Een van de dingen die je kan doen, is bijvoorbeeld dat je kan zeggen, weet je wat, ik reken de spoorrailsjes uit. Ja, ik zeg even spoorrailsjes, dat is niet hoe Einstein het zag, zijn mijn woorden aan u. Van de zon. En dan kan ik dus ook uitrekenen hoe Mercurius rond die zon zou moeten bewegen. En weet u nog dat er een klein beetje verschil was tussen Mercurius, hoe Newton het zei en hoe die daadwerkelijk beweegt? Als je deze theorie van Einstein neemt, komt dat precies goed. Gaat exact wat je meet. Dat minieme verschil had Einstein daarmee opgelost. Dat is niet alles. Die formule zegt ook dat je zelfs een situatie kan hebben waarbij alle spoorrailsjes naar binnen toe wijzen. Dat betekent dat alles wat bij u in de buurt komt naar binnen gezogen wordt en er niet meer uitkomt. Dat noemen wij een zwart gat. Hier ziet u een foto van een zwart gat. Deze is gemaakt door collega's van de Event Horizon Telescope. Wij kunnen foto's maken van zwarte gaten en daarmee Einstein's formule checken. En wat blijkt, weer klopt dat exact met wat je uitrekent op basis van die formule. Laten we de maan er nog even bij nemen. De maan, die zou ja, de kromming van de aarde moeten volgen. Dat spoorrailsje rond de aarde heen. En als je dat uitrekent met die formule, dan vind je dat de maan niet in een perfecte cirkelbaan rond de aarde beweegt, maar dat die elk jaar een heel klein beetje meer naar buiten toe beweegt. Het is niet veel, het is 4 centimeter. Nou, de aarde staat 380.000 kilometer verderop, dus je moet lang wachten voordat je dat verschil ziet, maar dat kun je meten. Hoe ze dat meten is echt fantastisch. Weet u nog die astronauten die op de maan waren en dingen lieten vallen? Die hebben nog iets gedaan. Die hebben een spiegel meegenomen. En die spiegel, ziet u hier, links, die hebben ze daadwerkelijk op het oppervlak van de maan neergezet, wijst richting de aarde. Op de aarde vervolgens hebben ze een laserstraal opgesteld. Die schiet op die spiegel. Dus die schiet daar naartoe, komt op die spiegel, schiet daarna weer terug. En aan de tijdstuur van het heen en weer reizen kun je dan uitrekenen hoe ver de maan op elk moment van de aarde staat. Tot op millimeter niveau. En dus kun je ook hele kleine verschilletjes kun je uitrekenen. En wat blijkt? Je vindt precies die 4 centimeter terug die Einstein's formule voorspelt. Nou, hiermee heb ik u aangepraat dat die formule van Einstein, dat zwaartekracht een kromming van de ruimte is, die kun je testen en elke keer blijkt dat die ongelooflijk goed klopt. Daarmee kunnen we terugkeren naar de hoofdvraag. Wij begonnen met de vraag, hoe komt het dat alle massa's even hard naar beneden vallen, een bowlingbal of een pingpongbal? Het antwoord weten we nu. Net zoals dat een treinrails zich er niks van aantrekt welke trein op het spoor rijdt, hij gaat altijd dezelfde kant op, zegt de kromming van de ruimte, het maakt niet uit wat er door die ruimte valt, de zwaartekracht, alles valt op exact dezelfde manier. Als u snapt dat zwaartekracht de kromming van de ruimte is, snapt u ook waarom dingen exact tegelijkertijd naar de grond vallen. Ik hoop dat ik ook iets anders heb uitgelegd. Ik vertelde u al, natuurkundigen hebben een rare tik, die willen alles heel erg goed begrijpen. Ook als je naar hele alledaagse dingen kijkt, zoals vallende dingen. Normale kan het niet, maar je gaat het precies bekijken en je denkt dan even wat langer door. Dan kom je tot de diepste inzichten over kromming, over planeten, over Mercurius, over zwarte gaten. En dan vind je uiteindelijk de grootste, diepste inzichten over het universum. En wij hebben het aan de maan te danken dat deze reis door de geschiedenis zoveel succes heeft geleid. Dank u wel.